Ga dan kijken hoe ik eruit zie op beeld. Dat is wel mooi. Ja. Nou, ik zou zeggen perfect. Ah. Nou, jij ziet er ook perfect uit hoor. Goedemorgen, ik heb dit net al ook opgenomen. Maar er is iemand en die vond het filmpje niet goed. Dus stel jezelf maar even voor. Sophie, ik ben in 15 januari ben ik 7 geworden. Dus ik ben niet zo erg lang 7. Dus ik word weer in 15 januari 8. Maar ik ben nu, en dat duurt nog heel lang. Ik moet nog heel lang wachten tot ik 8 word. Want ik ben net 7 natuurlijk geworden. Ja, en wat was op je verjaardag dan? 15 januari. Ja, was ik op je verjaardag toch? Ja. Ja. Weet je nog welke cadeautjes je gekregen hebt? Vroeger met dat draad en zo'n stok en dan kon je zoiets maken, maar mama vindt het gewoon belachelijk. We probeerden het ook de hele tijd, maar het lukte niet. Mama was er ook zat mee, dus ik wist ook niet waarom ze het niet wou, want eigenlijk is het best wel leuk om iets te maken van dat touw. Want meestal wordt mama gewoon zat. Ze heeft gewoon echt geen geduld. Ah, jij wel? Ik wel. Maar soms ook niet. Maar mama heeft gewoon nergens geduld voor mijn spullen. Om iets te doen wat ik niet zo erg makkelijk vind. Gaan we zo pannenkoekjes eten? Ja. Dat hadden we bijna vergeten, Eline. Ja, bijna vergeten te vertellen, hè? Ja. Ga dan kijken hoe ik eruit zie op beeld. Dat is wel mooi. Ja. Nou, ik zou zeggen perfect. Ah. Nou, jij ziet er ook perfect uit, hoor. Zullen we maar pannenkoekjes gaan maken? Oké. Doei. De volgende keer zien we elkaar weer. Ja. Tijd voor de pannenkoek. En die van mij ligt op een Mickey Mouse bord. En ga jij ook even je pannenkoek opeten? Natuurlijk. En kijk hoe grappig schraap je. Ah, zo hoort hij helemaal niet. Ik ga lekker eten, Sophie, want ik heb een ja, ik ook. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Ja hoor. Papa komt thuis en die zegt, we hebben nog een half uur om te kleden. Weet je hoe kort dat is? Ik moet nog douchen, ik moet nog mijn make-up doen, ik moet nog aankleden. Stress. Ik heb make-up op. En Sophie heeft make-up op. Wat heb je op je gezicht gesmeerd? Niet op YouTube sturen. Echt niet? Nee. Ook niet, alsjeblieft. Oké. Okay. We zijn nu onderweg naar een paardrijden met onze chauffeur. Die we niet betalen. Ja, natuurlijk betaalden we die niet. En wat ga je nu doen? Paardrijden natuurlijk. Heb je een paardrijlaars aan? Nee. Nou, we zijn nu bij het paardrijden van Sophie. En Sophie die zegt de hele tijd al, wil je me alsjeblieft filmen? Ze heeft al 4 keer gezegd terwijl ze gewoon aan het les is of zo. Maar het was heel schattig. Volgende bij de A. Dan rij je geen hoeken meer, maar bochtjes. Goed zo, Sophie. Wat schattig, zo'n klein kindje op zo'n paardje. En nu gaat Sophie galopperen. En zet maar in galop. Gebruik ga! Goed zo! Galopperen vond ik ook altijd echt het leukst. Ik heb ook 2 jaar op paardrijden gezeten. Galop! Galop! Oh. Inbraafhouden. Ik ga nu naar de stad. Goed zo, Sophie. Nou, inmiddels zijn we bij het voetbalveld. En ik zal Michiel straks even filmen als hij aan zet is. Maar hij heeft nu voorlopig even niet de bal gegeven. Kom maar, stoor je maar. Laat maar druk, En als ze piepen, dan komt met zijn bal eroverheen, dat het weer doorrolt. Ja, maar zo goed. Ah ja. Opzij dan!
tempo maken. Ja, hij is nu aan de bal. Nu niet meer. Nou, ik moet zeggen, het was geen geweldige wedstrijd. Ze hebben zoveel kansen gehad die ze niet hebben gepakt. Maar uiteindelijk is het gelukkig 1-1 geworden. Maar ja, we gaan straks weer naar de volgende helft. Dus er kan nog het een en ander gebeuren. Maar ik hoop dat ze of winnen of ja, gelijkspelen is ook niet echt fijn. Nee, gelijkspelen kan je niet, dan moeten ze penalties nemen. Dan moet, ja, of maar, ja, niet verlenging? Nee, ze krijgen eerst verlenging van 2 keer een kwartier. Ja. En daarna, als het nog gelijk is, dan moeten ze penalties nemen. En degene die de eerste bij... Ik denk dat de helft van jullie nu al in slaap is gevallen. Oh, nee. En dit zijn Martijn en Aaron. En Martijn wil even wat vertellen. Ik voel me beledigd als allochtoon. Pak je rust. Wat wil je vertellen, Martijn? Martijn, vertel het. Ik wil graag iedereen welkom heten bij deze... Je moet iets harder praten, want anders horen we je niet. Nou, welkom iedereen. Bij dit is vlog. Dit is Martijn als Betty Boy. Nee, Martijn. Kijk, en dit is mijn baas. Hier moet ik dus baas, je zegt helemaal nooit wat. Dit gaat echt nergens over. Later. Ik ben inmiddels weer bij mijn moeder en... Ik ben weer traditioneel op de bank in slaap gevallen. Volgens mij is dat echt een ding. Ik val altijd in slaap hier op de bank. En nu tijd om te gaan slapen. En nog even vlog editen. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje. En tot morgen alsjeblieft. En morgen is mijn moeder jarig. Dus ik ben heel erg benieuwd naar morgen. En ik denk dat mijn moeder nog het meest benieuwd is naar morgen. Maar ik denk dat we heel veel leuke dingen gaan doen. En... Tot morgen.